Minister Saskia Walden van Economische Zaken zegt meer kader en gemotiveerd personeel nodig te hebben op haar ministerie. Het personeel zelf is voldoende, maar er worden inspanningen gepleegd om de juiste mensen op de juiste plekken te plaatsen om zo het werk te vlotten. Dus om het werk te verrichten, dan heb je ook de juiste mensen inzetbaar nodig. En dat is tot nu toe nog een uitdaging, maar we hebben dus ook, zoals we met de bond hebben afgesproken, dat we die transitie samen maken. We hebben voldoende personeel en we hebben veel die zich optimaal inzetten. Er is toch wel behoefte waar zowel de kennis en de beschikbaarheid voor de benodigde productiviteit wel meer aangescherpt moet worden. En misschien ook meer kader en misschien... hoe moet je dat zeggen? Ja, gemotiveerd. Walden zegt verder dat een aantal zaken op het ministerie moeten worden aangepakt. Er moet uiteindelijk een nieuwe wind gaan waaien binnen de organisatie. Vooral voor wat betreft de beheersing van de prijzen in de winkels. Ook op de afdeling voor kleine ondernemers zal er volgens de minister een nieuwe structuur worden doorgevoerd.